bij mijn presentatie over mijn onderzoekspresentatie. Ik moet zeggen dat ik mijn advies nog niet helemaal gereed heb. En daarom ga ik nu alleen mijn onderzoeksresultaten, wat ik al onderzocht heb, presenteren. Zoals je weet, of niet, gaat mijn onderzoek over hoe kan er meer op het city marketing meer inwoners zijn stad worden getrokken. Om een ijs te breken, gaan we een klein quizje doen. Aangezien jullie beleidsadviseurs zijn van de gemeente Kampen, wil ik weten hoeveel jullie weten over Kampen. Dus als jullie met jullie device naar Kaart, dat is bekend. Delen gaan. Ja, goed. Dat hebben we gisteren ook gedaan, Fred. Oh ja? Leuk man. Doe niet anders. Mm-hmm. Niet de WWW voor of zo. Ja, goed. Gamepin? .it? IL? Heb je een gamepin? Ja, ik ga nu voorhalen. Wat staat er nou? IL of IT? T. Ja, goed. IT. Oh, dat is te snel hoor. Ja, 6, 2, 9, 9. Fred AZ. Oh, zo kom. Afgelopen weekend stond er iets in over een onderzoek. Dat was heel interessant. Dus als jullie het hebben gelezen, waar moet ik het antwoord geven? Is het 70.000? Groen. Nee, je hebt groen. 70.000 of 50.000? Je bent al goed gedrukt, hoor. Ik ben al geweest, hè? Ik heb gedrukt. Ik ook, denk ik. Ja, gek. En dan volgende? Niet. Wat kan er nou? Oh, ik heb snelste gedrukt. Oh, ja. Oh, ach. Wat is de totale woningvoorraad van de gemeente? Ik ben zo zeker. 39.000, 39.000, 36.000. Dat is een gokje. Ja, ook. Ja, correct. Ja, goed. Ja, ik ben blij om. Ik ben wel nieuwsgierig wie dan fout heeft. Nou, Jelte. Onze eigen kampenaar. Oh, dat zegt ze er nog even fijn bij. Hoeveel nieuwe inwoners zijn er 2017 bijgekomen? Oké, wauw, dicht bij elkaar ook. Dat is echt goed. Lees het ook in de krant. 350, hè? En wat? 703. En jullie hebben allemaal drie keer. Allemaal fout. Ja, ja, leuk. Niet lachen, hè? Dat vind ik niet professioneel, hoor. Ja, ik wel. Kijk. Hoeveel huizen? Fout. Ik heb een fout, dus nou kelder ik helemaal. Wat is het goede antwoord? Dan? Op het verhaal, hè? Waar het vinkje staat. Nou, dat vinkje staat. Oh, dat vinkje, ja. Oh, is geschikt. Ja, dat is mooi. Oh ja, omdat hij iets sneller is. Nee, dat telt mee, Wout. Wout nummer 2 en Jelte
Waar ben ik dan? Vijf punten. Ik zal het een schelp laten. Oké. Okay. Nou, gefeliciteerd. Wat zijn de prijzen? Het zoen voor de juffrouw. Gratis voetreis naar Rome. Voetreis, nou ja. Een bouwpakket van Destination. Nou, leuk. Dus, leuk hoor. Nu weten we een beetje wat Dit is wel, dit is wel in, hè? Kahoot. Ja, dus gaan we met Pieter Zand ook weer doen. Kahoot? Ja. Dat yoghurt er vanmorgen was. Mooi. Dan kan ik jullie vertellen wat echt precies de opdracht van onze school is. Het is opgedeeld in drie stukken. Slag 1 is al ingeleverd in het, na 5 weken van de stageperiode. En die heb ik gehad met de 7. En dat was echt de opzet van mijn plan en hoe ik ging aanpakken, wat mijn onderzoeksvragen zijn, etc. Slag 2 gaat puur over de evaluatie. Dus die heb ik al met een tussenevaluatie van het weer allemaal gedaan. Een eindevaluatie gaat volgende week plaatsvinden. En deze presentatie hoort er ook bij. En stap 3 is echt het praktische rapport. Dus hier ga ik echt vertellen wat de onderzoeksresultaten zijn en wat het uiteindelijke advies is van mij naar Kampenpark om te doen, of naar City Marketing. Mijn onderzoeksvraag. Nou, hoe kan ik middel van City Marketing meer inwoners en stappen tot op de hoofd gaan? En daarbij heb ik heel graag gedacht, wat zeg maar toe. Leidt naar het hoofdvraag. Wat maakt het kamp aantrekkelijk? Wat doet kampenmarketing? Is voldoende woningaanbod? Waar komen de huidige inwoners vandaan? En welke doelgroep is nou echt geïnteresseerd? Wat doet kampenmarketing? Heb ik al weten gelaten, omdat ik dacht, dat weet ik toch al. Dus die zit niet in deze presentatie. Bronnen, zeg maar. Dat zijn, ik heb met twee makelaars gesproken. Eentje van aandachtmakelaars en Erik Mansje, een vriend van mij. En ik heb met een project van de digitaal van BPD geïnterviewd. Dat is ook leuk. En daar heb ik ook wat informatie van gegenereerd. Daarnaast heb ik heel veel gemeentelijk bestand doorgenomen, wat daar allemaal te vinden was ook veel. Ik heb veel van Geert nog wat gehad en van Tineke de Nooi heb ik ook nog wat. Data gekregen. De eerste vraag. Wat maakt dan het? Nou, deze dit werkprofiel wordt het genoemd aan de monding van IJssel, het hartelijke handelsstad Kampen, het leveringsstad, het historisch midden in IJsselwijk. Dit kwam ik echt super vaak tegen en ik vind zelf ook dat, ik denk dat van Martin in de opgesteld het goed heeft gedaan. Alles is hier eigenlijk mee samengevat. De historie, de levensstand en waar het gelegen is midden in IJsselveld, dat is gewoon heel erg mooi om te zien. En wat het kamp aantrekkelijk maakt, ik heb eigenlijk drie pijlers genomen, want ik vond dat dat het meest werd genoemd. Dat waren voorzieningen, de bereikbaarheid en evenementen. Voorzieningen, ik heb een klein tabelletje daarbij gemaakt. En zoals je ziet, scholen hebben er genoeg. Middelbare scholen hebben er ook 3. Winkelcentrum 5, supermarkt 7 en sportaccommodaties 20. Nou, dat gaat van de duivenmelkers tot aan de roeivereniging. Dus het is echt heel verscheiden en dat is echt supergoed. En met de mensen die ik heb gesproken, ook de bewoners van mijn enquête, zeiden ze vooral van, oh nou, voorzieningen, dat is echt supergoed geregeld. En ook de makelaar zei van de mensen die hier komen wonen, die komen echt puur omdat de kinderopvang dichtbij is. De scholen zijn dichtbij. Ik heb zelfs opgezocht hoe dichtbij het per gemiddeld per woning is naar een voorziening. En dat is voor naar een ziekenhuis is dat 2,6 kilometer. Voor een huisartsenpraktijk is dat 1,4 kilometer. En naar een sportaccommodatie zelfs 500 meter. Dus dat is echt super dichtbij. En dan kun je ook wel zien dus dat voorzieningen echt super goed geregeld zijn. En dat dat echt een trekker is voor inwoners naar de gemeente Kamp. Mag ik, Nienke, ik mis die polykliniek als voorziening. Is die niet belangrijk? Ja. Dat is oké. Ja, tenminste, moeten we nu al hier iets van vinden? Wat? Het supermarkt zijn er echt meer dan 7. En, ja, maar echt grote supermarkten. Ja, goed, dat is
Daar hebben we nog wel even over. Ja. Ja, ja. Nee, dit kan eenvoudig gewoon wel even iets beter, dus gaan we lekker door. Oh ja, bereid maar even. In de economie, nota, denk ik, heb ik dat gevonden, is toch wel heel erg goed beschreven hoe Kampen zich profileert als stad ten opzichte van bereikbaarheid. De IJssel brengt natuurlijk mogelijkheden, dat wordt op zonne bijvoorbeeld. Een havengebied, dat brengt veel bereikbaarheid en waar denk ik ook meer inwoners naar Kampen. Dus als een nieuw bedrijf zich aanstelt, dat er misschien toch meer inwoners hier komen omdat ze bij dat bedrijf gaan werken. Daarnaast de N50, de snelwegen, de andere wegen, die geven zat er wel een extra impuls dat je toch makkelijk naar de Randstad kunt en ook naar boven naar de Noord natuurlijk. En daarnaast de twee stations, dus Smuilen en het stationskwartier, dat geeft Kampen tot een positionering dat het makkelijk bereikbaar is ook voor studenten en dat ook waarvoor ook goed geregeld is. Dus dat is ook wel extra aantrekkingskracht voor inwoners. Dat hoor je ook van de makelaar van de volk. Ik werk toch in Zwolle, maar ik wil in Kampen wonen. Dan kunnen ze toch makkelijk met de auto daarheen. En dat is heel belangrijk voor potentiële inwoners. Daarnaast evenementen, dat vind ik toch wel een heel opmerkelijk pijler. Ik sprak met een van de makelaar en die zei van... Ik heb zoveel mensen geholpen die naar kerst naar Kampen waren gekomen, of naar internationale handelsdagen of naar Sil. En die zeiden, ik ben daar geweest, ik vond de stad zo leuk dat ik hier ben gaan, dat ik ben op zoek naar een nieuw huisje hier. En dat is dus ook wel heel goed dat Kampen zich profileert met grote evenementen en dat je daar toeristen mee trekt, maar dus ook potentiële inwoners. Dus het is wel een heel interessant gegeven, echt wel mee gaan nemen. Woningaanbod. Jullie hebben natuurlijk net al het list gedaan, dus jullie weten dat de totale voorraad is 21.535. En er komen nog steeds nieuwe projecten bij. Ik heb met Esther gesproken en zij zei ja, het gaat door en door. En vooral, ze noemde een voorbeeld dat ze onderdijks, het Lange Akker, dat is de woonwijk daar, die hebben ze, ik weet niet precies hoe lang geleden, ontwikkeld. Dus dat nou, dat gaat echt niet goed komen, want dat gaat niet met de verkoop. En toen verrassend genoeg, het zo snel verkocht dat ze dat van goh, nou, het is toch wel een goede markt om nieuwe ontwikkelingen te creëren. En natuurlijk regen. Ik hoor dat ook wel heel veel op de woonbeurt dat hoort. Dat mensen dat echt heel erg leuk vinden dat er iets anders is in de stad. En dat dat ook goed is voor de concurrentiepositie, naar mijn idee. Dat dat een andere impuls geeft voor de stad dat er iets anders te bieden is dan alleen stationskwartier of een meer bijvoorbeeld. Ik heb ook een kleine analyse gemaakt met Kampen en Zwolle. Zwolle heeft twee keer zoveel meer inwoners dan Kampen. En als je al kijkt naar het eerste huis tot 165.000, zijn er meer koopwoningen verkopen dan Kampen dan Zwolle. Dus dat is al echt al best wel een onmerkelijk verschil. En ik denk ook dat, dat ik ook wel een onderzoek onderzocht, dat het toch wel aantrekkelijk is voor starters om hier te komen wonen. Ook omdat het meer aanbod is, maar ook omdat wij als gemeente nog de startersleding uitgeven. En dat is toch wel een trigger voor jonge starters die niet heel veel te besteden hebben, toch een koopwoning kunnen kopen in plaats van gaan huren. En dat heeft Zonne niet meer, dus dat is toch al wel een verschil wat... wat aangeeft dat Kampen toch aantrekkelijker is dan Zwolle bijvoorbeeld. Daarnaast, ja, maakbaar zijn de woningmarkt ligt echt op schat in Zwolle. Dus mensen willen het toch graag kopen. Ze willen toch met een goede rente zetten ze bij wijze van hun huis gewoon te kopen als ze gewoon een nieuw huis willen. En dan gaan ze toch dus een beetje sneller naar Kampen, dat daar toch nog woningaanbod is. En nog steeds krijgen en relatief goedkoper dan in Zwolle. En daarnaast, een voorbeeld werd gegeven dat het stel was op zoek naar of iets in Stadshaven of iets op een stationskwartier. Ze maakten de afweging, in het stationskwartier was het goedkoper. En toen gingen ze gewoon in de ochtendspits rijden naar de binnenstad van Zwolle. Het bleek dat ze net zo lang erover deden vanaf Stadshaven als van het stationskwartier. Dus qua bereikbaarheid hoeft het ook niet veel te verschillen. Dus
Als je echt in de binnenstad van Zolle werkt, kun je net zo goed zagen als in het stationskwartier wonen. De huisbewoner waar ik vandaan kwam. Ik vond deze vraag toch wel lastig om te beantwoorden, want er zijn toch niet heel veel cijfers over. CBS heeft wel verschillende dingen, maar niet echt waar de mensen vandaan komen. Maar gelukkig was Tineke daar met haar werkgroepje. Ik denk daadgericht werken, ik weet niet precies, met Arne Schobbelaar. En die hebben dit laten uitzoeken. En dat deed kaars. En dat is ook wel een leuk kaartje om te bekijken, want Valken zit er hier. En de stipjes geven aan waar de mensen vandaan komen. Dus bijvoorbeeld, ja, Zwolle is toch wel echt een hele grote stip op de kaart, echt donkerrood gekleurd. Dat betekent dat toch wel heel veel mensen vanuit Zwolle naar Valken komen. Maar bijvoorbeeld hier, bij Groningen, is het ook best wel een grote stip. Dus ja, daar komen ook best wel veel mensen vandaan. En ook hier, ik denk dat het Amsterdam Utrecht is, ook hier, komen ook veel mensen vandaan. Dus dat is wel heel leuk om te zien. En als we dan een marketingplan of een iets marketing, dan kunnen we misschien ook daarop richten. En dat is ook een beetje duidelijk. Kun je ook zien hoe oud die mensen die zijn die uit Groningen komen? Dus waarom vraag ik dat? Zijn het mensen die van oorsprong daar gaan studeren en dan weer terugkomen? Ik denk het niet. Dus dat zijn jongeren? Ja, ik denk dat vooral, ik heb het proberen uit te zoeken. En met allemaal cijfers van Duo en waar studerende mensen komen. En ik denk, ja, je kunt het niet echt heel goed herleiden, want ja, er zijn wel 176 studeren uit de gemeente Kampen, maar ja, is het dan met Kamp of Groningen dat mensen daar ook weer ingeschreven. Dus het is heel moeilijk om te herleiden. Maar ik krijg meer gegevens van Tineke. Met name op inkomen en wat voor werk ze doen en wat de leeftijdscategorie is. Okay. Dus dat kan misschien meer nog data creëren. Maar wat ook van de makelaars worden, is de polder ook al echt wel. Veel mensen trekken van mensen uit Dronten, uit Eems, uit Emmeloord, die toch meer ja, stads, maar toch iets dorp zullen hebben, dan komen ze toch naar Kampen toe. En wat een van de makelaars zelf zei van, omdat de polder zo jong is, dat de mensen niet echt roots daar hebben liggen, misschien altijd wel, maar dat ze niet echt affectie hebben met hun stad. Bijvoorbeeld in Kampen heb je dat wel, dat je echt denkt van, oh, ik wil terug naar mijn stad, maar bijvoorbeeld in Dronten hebben ze dat minder. Dus dan kun je daar ook meer op focussen om ze naar Kampen te trekken. Het heeft geen sfeer. De nieuwe polen, de nieuwe bouw daar, dat is geen sfeer. Als je een Kampen bent, heeft het een bepaalde sfeer. Ja. Binnenstad met een toren, ja. Ja. Dat is heel bepaald. Ja, waarschijnlijk zijn ze dan ook nog niet zo diep geworteld. Dus makkelijk om een plek te krijgen, mensen die daar wonen. Ik dacht dat het film niet goed ging, of wel? Ja, nu wel, toch? Heeft hij wel goed gezet? Ja, heeft hij mooi, checken. Ja. Leuk. Ja. Leuk. Deze is uit een onderzoek. En het is vooral gehouden met mensen binnen de gemeente. Maar er was al één tabel bij ook van buiten de gemeente. En dan kun je zien dat toch het stationskwartier bijvoorbeeld toch 54% uit een andere gemeente komt. En bij een andere is het toch wel interessant dat het toch anders zijn voor 100% die vanuit de gemeente komen. Daar in ons huis. Maar het is best wel een gegeven dat ook toch nog mensen uit buiten de gemeente en hier dan naar stations gestuurd is. Is ook gevraagd waarom ze naar Kampen zijn gegaan? Dat ja, dat is de volgende. Oh ja, dat is een vriendin van de interview mensen. Ja, die zeiden toch wel, wat ik net vertelde van de polder en van Zolle, dat Zolle gewoon toch wel echt de grootste leverancier is van nieuwe inwoners naar Kampen toe. Omdat de woningmarkt daar wel echt op zich op ligt. De doelgroep, waarom ze hier komen, de vestigingsmotieven, dat is wat ze belangrijk zijn. En nou ja, we hebben bewoners. Dit is, denk ik, goed bedoeld. Dus dicht bij het werk is bijvoorbeeld voor het onderdijk heel belangrijk. Maar bijvoorbeeld als je hier naar het stationskwartier gaat, dicht in de buurt van de woning. Bij bereikbaarheid en openbaar vervoer is ook wel omdat dat daar een station zit. En ja, bij de Hanswijk is vooral van huurwoning en koopwoning echt wel wat de meeste hebben op de balkant van Antwoord. Dat
En het zaten we ook op het meer. Want dat is toch wel echt een jongen, dat zie ik ook in mijn vriendengroep. Dus het is wel een leuke gegeven ook. Dat ze, waarom ze daar heel verhuizen. mijn agent woners, wat ik daar heb gevonden, is dat ze toch wel, wel starters zaten die echt wel op zoek waren naar woningen richting geworden, maar die ook. Maar ook een geboortestomers die voor een bepaald geregeld waren. En mijn enquête, ja, dat was een beetje, als ik terugkijk, iets te breed genomen. Maar uiteindelijk zijn de meeste mensen die het in hebben gevuld, kwamen uit het buitengebied. En het buitengebied viel ook IJsselmuiden bijvoorbeeld onder. En er waren toch heel veel IJsselmuidenaren die mijn enquête hebben ingevuld. Dus vandaar dat het meeste van de respondenten voor het buitengebied uitgekomen. Dat ze in een buitengebied willen wonen? Ja, dat een ideale woonomgeving is. Ja, en daar valt dan in dit geval ook Reven onder, zo, omdat je zei van de meesten willen naar Reven, maar dat zijn er dan maar twee hier. Ja, ja, ik denk dat het toch niet een enquête heel goed zeg maar bij elkaar viel. Dat misschien ook Reven en buitengebied bij elkaar moeten. Dan kan je misschien beter in plaats van dit staartje het een beetje bewerken zodat je verhaal daar ook bij aansluit. Ja. Ja. Die onderste twee regels, hè? Countryside, is dat echt landelijk gebied, maar dan M? Ja, dit was nog voordat ik nog in het Engels deed. En nu mag ik het in Nederlands doen, dus daar nog even dit terwijl ik het Engels heb. Ja, dat zijn twee categorieën. Maar sommige zijn Nederlands en andere Engels. Er zijn twee hele grote groepen, hè, die je gewoon heel goed moet beschrijven dan. Ja, dat is een percentage. Ja. Ja, maar wat staat achter countryside dan? Een M en een W? Waar was het? Men en women. Oh. Oh. 69 is een percentage? Ja. Het zijn allemaal percentages. Nee, de eerste kolommen niet, de laatste eigenlijk. Ja, de eerste twee kolommen niet, maar de laatste. Nee, de laatste twee kolommen wel, een percentage en de rest niet. Dat zijn gewoon de. Regels of kolommen? Ik denk je regels bedoelt. Regels. Regels. Oh, regels. Oh ja. Oké, okay. Nou, ik zou dit staartje vervangen door een duidelijker staartje. Ja. Nou, eigenlijk waren dit mijn onderzoekpresentatie, in ieder geval de grote lijn ervan, want ik heb wel heel veel gefilterd al. En ik vind dit toch wel het belangrijkste wat ik heb opgepikt. En ook wat ik dacht van tevoren, is ook wel heel erg veel, mijn aannames zijn ook wel echt wel, dat het wel waar is eigenlijk. Dat veel mensen uit Zolle komen en dat mensen hier voor de voorziening, nou de voorziening wist ik trouwens niet. Dat had ik niet gedacht eigenlijk. Maar, het is toch wel heel interessant om te horen wat makelaar kan zeggen over een projectontwikkelaar van ja, dit zo doen we het en hier deze doelgroep bijvoorbeeld trekken we aan. Dus het is wel echt heel erg leuk om te horen. En ze hebben ook wat tips gegeven over hoe zij hun marketing doen bijvoorbeeld en hoe wij dat misschien van kunnen leren en hoe wij dat kunnen toepassen in de werk. Marketingplan. Ik ga een marketingplan opzetten, omdat ik alsnog hier bij citymarketingzaken loop natuurlijk. Dus, en ik moet zeggen dat ik toch al een beetje moeite heb gehad met echt analyseren met zoveel data en echt naar het trechter. Dat ik nog niet echt toe ben gekomen aan het feit dat ik echt een marketingplan aan het opzetten. Maar ik heb wel heel veel ideeën in mijn hoofd, ook van andere mensen natuurlijk. En van Miranda, die heeft al heel veel voorbeelden gegeven. En we staan bij van school ook heel veel. Dus dat is wel, en dan ga ik gewoon de laatste 3 weken echt gewoon mee bezig. Ja, de conclusies, je hebt van een aantal genoemd, hè? Dus volgens mij is dat, ben je daar vrij snel uit. Ja. Maar dan denk ik dat wat er nog echt mist, is de vertaling naar van wat moet citymarketing hiermee. Ja, precies. Mee. Ja, hè? Want dit zijn conclusies die je ook aan een projectontwikkelaar kan geven, waar die dan ook wel wat mee kan. Maar hoe zie jij dan dat citymarketing daar een rol in heeft? Moeten we op beurzen gaan staan? Moeten we flyers gaan maken? Ja, precies. En dat ga ik dus nog. En dus dat komt dan daarin? Dat komt daarin. Echt concrete acties. Ja. Die herkomstgebieden zijn natuurlijk wel heel interessant, hè? Want dat bepaalt wel heel sterk de doelgroep waar je op richt. Nou, maar daarom is dit ook heel goed voorwerk om dat marketingplan inderdaad niet zomaar met hagel te schieten. Ja, maar ook inhoudelijk, want het feit dat Zwolle geen starterskleding heeft en Kampen nog wel, is echt verschil voor heel veel mensen. Zwolle?
dat Zwolle geen starterslening meer heeft, nee, en Kampen het wel. Ja, dat is, dat... Ik weet dat, dat is echt het verschil tussen wel en niet kunnen kopen. Ja. Dus als je mensen uit Zwolle kan zeggen, jongens, je kunt geen woning kopen in Zwolle, maar in Kampen kan dat wel. Ja, dat is ook nog een buitengemeen belangrijke doelgroep. Want als starters hier een keer zitten, dan slaan ze ook dan, door. Hè? Ja, en gecombineerd met het feit dat je dus dubbel zoveel woningen beschikbaar hebt voor starters in die prijskategorie. Ja. Denk ik dat dat conclusie nummer 1 is. En dat is al een hele mooie. Al is dat de enige conclusie, is dat al een vette om mee verder te gaan. Ja. Ja. Heb je ook nog iets meegekregen van een negatieve imago van Kampen? Bij de makelaars? Of, ja, bij de makelaars wel. En die zeiden eigenlijk dat dat toch wel, wat zij vinden, dat dat al omgedraaid is. Dat het niet meer conservatieve gelovigen, want ja, die mensen die bij hun ook aankloppen, die zijn eigenlijk die stappen overheen. Ja, dus ja nee, dat snap ik. Ja, maar misschien moet je daar, maar dat weet ik dus niet, zou je daar ook op moeten richten? Ja, om dat negatieve, als dat er is nog, om dat te keren, hè, te kantelen. Ja. Ja, of te nuanceren. Want of, ja, is, ja, nou, dat er geen klote doen is op zondag, is voor andere mensen ook weer een reden om hier naartoe te gaan. Vanwege rust en bezinning. Je moet niet alles zien. Je moet het uit het negatieve vakje halen. Ja. Ja, dus je zou zeg maar het is de aantrekkelijkheid van Kampen. Daarbij heb je nu eigenlijk de slogan genomen van de city marketing. Maar die zou je ook nog wat meer kunnen toespitsen op. Wat is daarbij dan voor nieuwe inwoners interessant? En dan dat heb je gedaan hoor, met te zeggen dat er veel voorzieningen zijn en zo. Maar dat zijn toch eigenlijk voor mijn gevoel nog wel, dat is eigenlijk een no-brainer. Dus dat zijn dingen die er sowieso moeten zijn. Ja. En die ook in de stad, zeker in Zwolle, ook heel goed geregeld zijn. Ja. Dus daar win je niet van Zwolle. Op dat punt win je niet van Zwolle. Nee. Dus waarop win je dan wel? Ja. En dan pak je meteen die imago-discussie daarin mee. Want als je dat vertelt, dan vertel je natuurlijk niet dat ze hier allemaal met hoedjes over straat, omdat het ook niet meer zo is. Maar doordat je een ander beeld creëert, gaat dat andere beeld vanzelf naar de achtergrond. Ja. Even bij voorziening kun je zeggen: van ja, Kampen heeft wel degelijk een binnenstad met een goede winkelstraat met alle noodzakelijke ketens, maar het is wat kleinschalig en dan, nou, je moet volgens mij niet gaan vergelijken met Zwolle, maar dat is wel kleinschalig, maar dat weet iedereen het wel. Kleinschalig en heel veel artistiekere winkeltjes en dergelijke, dus daar kan je echt wel iets mee en ook misschien met in de middelen ook, hè, met leuke fotootjes ervan en zo, dat je ook echt dat pittoreske wat meer naar voren haalt. Ja. En natuurlijk is het uiteindelijk wel in je achterhoofd van ja, het is dan totaal anders dan dat je naar deze straat loopt. Je wil ook graag laten zien waar Kampen dan anders in is. Ja. Al bescheid je. Maar wat ik bij voorzieningen een beetje mis is cultuur. We hebben ook een theater hier natuurlijk. Hè? Dus daar moet je nog een keer naar kijken. Want en er zijn volgens mij ook wel kaartjes van. Of, dat heb ik wel. Van je noemt in de tabel de voorziening. Hè? Zoveel supermarkten. Dat klopt ook niet helemaal. Maar het is mooi om gewoon een kaartje met een spreidingskaart van voorzieningen. En dan zie je dat de binnenstad gewoon heel veel heeft. Inclusief één supermarkt. En ook in de woonwijken, of met supermarkten of andere dingen. Ja, dan blijf je even weg van de getallen, want anders krijg je discussie over de getallen en dat wil je helemaal niet. Ja. Dus als je bijvoorbeeld op Google, ik weet niet of dat kan, maar dat je gewoon de binnenstad of net iets daarbuiten nog een printscreen maakt en daar dan gewoon bolletjes op zet, blauwe bolletjes voor scholen, rode bolletjes voor supermarkten, gele bolletjes voor sport. Dat je dat dan op die manier visueel maakt. Ja. En dan zie je in één oogopslag van wauw, wat hebben we veel, zonder dat je getallen hoeft te noemen. Ja. Ja, en dan heb je ook nog, Wout zei in dat cultuur, en volgens mij is het ook verenigingsleven kan ook enorm. Ja. Ja, zeker, ja. Van 100 toneelverenigingen en zang en muziek en Ja, dan zou je verschillende kaartjes kunnen doen, want anders wordt het denk ik een hele... Je kunt geen A0 kaart presenteren, denk ik. Nee, maar als je daar helemaal mee bezig bent, dan wijst dat zich vanzelf. Dan moet je een paar kaartjes maken, denk ik. Ja. En scholen, voegt dat iets toe? Ja. Supermarkten ook? Ja, een beetje... Ja, scholen zijn belangrijk. Ja. Tenminste, dat weet ik dan uit mijn verkoopmanagers. Nee, het is altijd geregeld. Basisscholen, zeker als je gaat richten op doelgroepen die een gezinnetje willen stichten. Het is willen ze graag. Geregeld, toch, nou, ze zijn belangrijk, maar dat zeg ik, het is een no-brainer. Dus het is wel belangrijk dat het er is, maar het is ook overal. Ja.
Ja. We noemen dat een no-brain? No-brainer. Hoef je niet over na te denken, toch? Ja, daar hoef je niet over na te denken. Dan ga je vanuit dat dat gewoon geregeld. Dat is er altijd, zeg maar. Ja. Tenminste, zo leg ik het uit. Ik weet het ook niet wel. Maar. Dus hoeft het sorry. Maar dan hoef je het toch ook niet te noemen, even Piet Luther. Je kunt ook zeggen van ja, Kamp heeft heel veel stoplichten, maar ja, nee. Nee, rotondes. Je hoeft ze niet te noemen, maar soms is het bijvoorbeeld voor Reven. Ja, ik kan me wel voorstellen, van, er komt een nieuwbouwwijk en is komt er al een school. Er komt, en dat heb ik met Daniel ook wel over onderdijks ook, van er is helemaal niks. Ja, een school is er dan inmiddels, maar het gaat vooral om die eerste voorzieningen, hè, van een kleine of een tijdelijke supermarkt of wat dan ook. Dat maakt het wel heel aantrekkelijk. Vooral dus in die zin? Voor die gezinnen weer, maar het is er niet in. Dus als je het lokaal bekijkt, gewoon kamp en breed bekijkt, is het inderdaad iets waar je niet meer over na hoeft te denken, wat gewoon moet zijn, maar ga je meer inzoomen, maar dan moet je even kijken, van, kom je dan op het gebied van echte gebiedsmarketing, dan is het wel een vraag van wanneer komt die school er dan en moet ik mijn kinderen eerst nog een jaar naar een andere school doen? Nou, dan wacht ik wel een jaartje met het kopen van een woning. Dat is heel bepaald en daar hebben we niet zo heel veel invloed op. School misschien wel, maar dat doen we niet zo vlot. Op city marketing niveau heb je daar niet veel invloed op. Op gebiedsmarketing niveau natuurlijk wel. We zijn al bezig met in Reven, daar ben ik school toe te krijgen. Maar stel dat je experimentruimte, dan gaan we een beetje buiten dat je zegt van, wat ga je eerst met, begin je eerst met een paar woningen, et cetera. Nee, zet er eerst maar zo'n school en een supermarkt neer. Hè, dan denk je dat de verkoop veel en veel sneller gaat. Ja, maar dan heb je het echt over de marketing in dat gebied. Maar alleen je krijgt geen supermarkt. Maar zo werkt het niet. Dat zou wel interessant kunnen zijn. Ja, zeker. Want net met die mensen die aarzelen zeggen van ja, dat zijn vaak jonge gezinnen, dat zie je in het stationskwartier dus ook. En dan balen ze van dat die school er niet is. Maar je doet de blubbers morgens weer een kwartier met de auto naar een vage woonwijk. Ik vond het wel een mooi tabelletje trouwens. Daar gingen we heel snel overheen met alle argumenten om in stationskwartier, Reven en Onderdijks. Jij hebt dat onderzoek laten uitvoeren. Nou, en het liefst zou ik dat nog wel... Dat is op die doelgroep, hè? Ik zou het liefst willen zien, de mensen die dan buiten kampen vandaan komen. Dat is heel wat moeilijk. De beweegredenen van die mensen zijn. Dus kun je via de kruistabel gaan maken. Ja, dat is dus heel moeilijk. Dan moet ik echt wel even... Pak de bellen. Of Companies kan bellen van, goh, hebben jullie dat nog ergens in de la? Want dat, kijk, want je ziet, ik zag in die uitkomsten even snel, van daar zit er heel veel van, we gaan samen wonen. Nou prima, dat kan buiten binnen zijn. Maar de ook een groot percentage dacht je van, even zien, buurt, woonomgeving, vorige woning, 38%. Nou, dat zijn dus geen mensen die buiten kampen vandaan komen. Dus die kans is klein. Stationskwartier wel 54% buiten kamp. Dus we kunnen niet de goede conclusies hieruit trekken. Maar je wilt weten waar ze wegkomen eigenlijk. Ja, eigenlijk. En heeft de bevolking die gegevens niet als ze hier zich vestigen dat er dat de herkomst bekend is? Ja, dat is dus pas geleden dus waar ze vandaan komen. Dat is dat kaartje. Ja. Maar wat ik hier eigenlijk wil weten is, die 54% van stationskwartier, die zal dan wel voor het overgrote deel uit Zwolle komen of uit Dronten, of dat wil ik ook wel weten waar die vandaan komen, maar vooral ook waarom zijn ze naar de kampen gekomen. Ja. En dit is gemixt van mensen die al in kampen woonden. Je moet eigenlijk een hoofdstuk maken van binnenkampen en van buitenkampen onderscheiden van... Ja. Want daar kun je ook op richten, hè? En misschien heeft Compane dat wel paraat. Ja. Het is wel van 2015, maar ja. Maar als je nu, stel dat je zegt van ik analyseer het stationskwartier, dat je bij de bevolking kunt zien of er krijgt van nou, die komen uit Emmeloord zoveel, uit Groningen zoveel. Ik weet het niet hoor, of ze dat zo eruit kunnen draaien. Ja, dat weet ik dus ook niet. En dat ik heb geen idee. Die hele werkgroep vroeg dat ook af. Die hebben ook pas geleden dat kaartje kunnen opvragen. Omdat ze er ook, ik weet niet precies voor welke doeleinden, maar. En zij gingen nog meer extra vragen stellen aan, ik weet niet welke onderzoeksbureau dat was. Maar ik krijg dat nog. Ik krijg in ieder geval de herkomst, inkomen en werk. En zou het niet gewoon in ons systeem zitten? Ik denk heel simpel dat Companen het wel heeft.
Die hebben daar onderscheid aan moeten maken. Voor dit wel, ja. 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 En ik wist dat het ook wel bij wonen ligt. Dat en een van de eerste vragen is toch, waar komt u vandaan? Ja. Als je zo'n enquête doet. Ja. Dus Compane heeft het vast. Ja. Heb je met Compane contact opgenomen? Nee, ik heb alleen deze. Wat is Compane nou? Dat is een onderzoeksbureau. Ja. Die staat eronder. Marktonderzoeksbureau. Ja, mijn beeld, mijn zicht is niet zo, zo scherp. En ik denk ook dat kaartje, wat Tienke ook een beetje bij is. Het is wel een soort lijn. Ik ben dol op dit soort kaartjes, maar dat vind ik mooi hoor. Ja, het is soort ook een lijn van de Bible Belt. Want als je zo een lijn doort. Ja, ja, zo, een ja, ja. Dus het is toch wel ook wel grappig om te zien dat bijvoorbeeld met een groot gezin, bijvoorbeeld omdat moeder van vader van Pieter Zand gaat lesgeven. Dat het hele gezin naar kampen toe trekt, omdat hij precies hier wordt gestationeerd. Ja, binnenkort krijg je de kans om al die. Dan zou je bij de voorzieningen eigenlijk ook de kerken moeten noemen, denk ik. Dat is wel een beetje rolbevestigende, hoe heet dat? De bevestiging van het oude imago van kampen. Ja. Bij de voorzieningen, dat je dat ook de kerken noemt, weet je wel? Dat mensen daar vanwege de kerken hier naartoe komen of zo. Ja, willen we die mensen naar kampen hebben? Ja, dat is een andere vraag. Maar het aandacht goddeloos ophopen. Een beetje een afspraak. Nou, het is wel zo dat als je nou een moskee erop zet, en dan blijken dat er maar twee te zijn. Ja. En in Zwolle staan er misschien wel inmiddels 20. Dan kan het wel een reden zijn om hier naar te komen. Maar dat moet je natuurlijk nooit uitspreken. Maar het is wel, als je ziet, er zijn hier heel veel kerken en de samenleving is minder multicultureel dan in Zwolle. Kan dat wel een reden zijn? Ja, dat moet je nooit. Nee, maar als je religieuze. Als je een kaartje zou maken met religieuze huizen. En dan je de kerken en de moskeeën. En daaruit blijkt. Ja, dat is waar. Het is wel interessant op die manier. Maar het is de. Maar dan kom je op een ander vlak, want het is natuurlijk met marketing ook van wat voor stad wil je zijn? En dat eigenlijk, dat in het begin een beetje een hartelijke Hanse stad, het is vrij bloedeloos. Hè? En je geeft terecht aan dat je in een of andere halve zin aangeeft, dat is ook goed hoor. Maar dat is vooral een slogan voor toeristen te trekken. Ja. Dus ik denk dat je hem nog wel moet vertalen naar van wat voor stad wil je zijn voor inwoners. Ik denk dat je dan een andere stad wil. Wat voor stad wil je zijn voor bedrijven, in dit geval dan voor inwoners. Ja, een complete stad of een multiculturele stad, weet ik niet. Dan krijg je volgens mij toch een andere positionering. Een veilige stad, hè, met weinig. Ja, we hebben een hartelijke Hanse stad nu. En dat kun je toch gewoon. Dat is voor toeristen. Op elke. Ook voor elke bewoner kun je dat plakken, dat werkt wel wat door, maar ik denk voor sommige bewoners, zegt even zwart-wit zoiets van Kampen, dat is een beetje een achterlijke religieuze stad, daar wil ik niet wonen. Ja, dus zeggen van, het is een veelzijdige stad met een opnum aan voorzieningen. Ik denk deze is prima als basis, maar je zou dan voor toeristen zou je hem anders gaan vertalen in wat moeten we hiermee dan voor inwoners. Nee. Want voor inwoners zijn meer dingen belangrijk dan dat er een mooie historische poort is. Ja, nee, dat is. Terwijl voor een toerist dat al misschien reden voldoende kan zijn om te komen. Ja. Ja. Je kunt hier goedkoop wonen en je komt in de wijk met goede voorzieningen. Veiligheid vind ik ook een heel groot issue. Veiligheid is van belang. En de bereikbaarheid is zodanig van of je in Stadshagen woont of in het stationskwartier, dat maakt niet uit. Je hoeft niet in de stad te wonen om wel in de stad te kunnen werken. Precies, maar de werkgelegenheid vind ik wel een dingetje. Hoor. Heel veel mensen gaan hier gewoon wonen omdat ze hier werken. Hè? Dus, toch wel, ja. Je noemt het wel hoor, op een gegeven moment. Ja. Maar, Zou er daar ook onderzoeken naar zijn gedaan? Ja. Ja, ik heb een heel pendeldiagram waarin hoeveel mensen wonen in kampen, hoeveel mensen werken in kampen, hoeveel mensen wonen in kampen werken buiten de stad en hoeveel mensen komen van buiten kampen. Is dat onderdeel van die ondernemersvereniging? Nee, het is niet. Het is een stukje van INO waar ook er zit heel veel onderzoek in hoe dat werkt. Dat kun je zo krijgen. Ik denk dat het wel belangrijk is, want ik denk dat je ook in je aanpak acties moet opnemen om werknemers van die bedrijven te benaderen. Het zijn ook de typisch Miranda Wouws en ik die buiten kampen wonen en hier wel werken.
En dat zijn er best veel. Ja, dit op zich. Het precieze aantal is bekend hoor. Ja. En, mensen die hier werken, maar hier niet wonen. Nee, en die wellicht een bepaald percentage is wellicht toch te interesseren. Als ze toch al een nieuwe stap toe zijn. Ja. Om dan ook in kampen te kijken. Ja. En als je dan via die werkgevers iets kan organiseren. Het is een hele gerichte doelgroep. Ik merk dat ook aan mezelf, dat ik nu ga nadenken van wat wil ik hier blijven wonen? Wil ik terug naar de familie? Of wil ik nog gaan verhuizen? Intern, weet je wel, tuin of zo. Ja. Daar ga ik me nu wel over nadenken. Ja. Ja. Dat deed ik nooit. Nee, serieus. Nu je dit gezien, deze presentatie gewoon niet. Nee. Nou, jammer. In deze fase van mijn leven. Godverdamme, woon ik hier? In deze fase van mijn leven. Ja. Ja. Ja, echt waar. Wil ik hier mijn oude dag doorbrengen? Ja, precies. Nou, ik had een begraafplaats, dan moest je kunnen. Ja. En dan even dingen. Bereikbaarheid. Bij al die bedrijven waar we gaan, met college toe gaan en zo, hoorden we steeds over het dichtslippen van die Rijksweg 50. Toch wel. Ja, maar het wordt verbreed worden, toch? Ja, nou precies. Dat maar misschien is dat, ik weet niet of daar iets mee moet, maar misschien moet je inderdaad aangeven dat het verbreed wordt en dat het probleem zich waarschijnlijk oplost. Ja, en de N307 wordt het 2x2, dus dat is bij de Rogge-Botsluis, toch? Ja, dat is naar Rogge-Bot toe. Ik noem het altijd gewoon heel ideaal, in nabij het knooppunt A50, A28, N50 niet en op de snelwegverbinding richting Alkmaar. Maar dat is ook wel gezeik van die ondernemers altijd. Die zijn nooit tevreden. En komen ze hier binnen? Nee, die staan altijd vast met de vrachtwagens. Kom op. Die staan altijd vast met de vrachtwagens. Ja, dat gezeik altijd. Hey, zijn er nog vragen? Ik heb... Een hoog zeurgehalte is dat. Nee, maar ik denk wel dat als je een rondje langs de velden doet, dat je nog wat meer diepgang kan. Ja. Maar even, wij doen je suggesties, maar heb je nog 3 weken? Ja, maar dat is natuurlijk dat is krap anders. Dus je moet dus niet te veel meer op die analyse. Nee, precies. Nee, want analyse is wat niet. Even een paar flauwe opmerkingen hoor. Je had een. Je praatte terwijl de muziek aan stond. Dat is niet te verstaan. Nee. Nee. Dat is goed. Ja, en ik weet niet of je iets over je opleiding hebt verteld, maar als je er nog verder presenteert, dan. Is dat goed om te weten waar studeer ik en wat stel dat ik je nog een keer in een grote verband ziet. En wat wil ik laten worden of zo? En dan zou ik ook, ik zou ook de microfoon erbij doen. Ja. En ik denk ook dat bepaalde slides iets groter mogen. Okay. Want ik kan het niet lezen. Een heleboel kan ik niet lezen. Goed, dan ben ik ook niet de maat, zeg maar. Nou, het was steeds meer de doelgroep in het stadhuis. En ik zou meer met kaartjes werken dan met tabelletjes. Ja. En jij geeft aan die 3 weken zijn voor het marketingplan, maar ik vind dat hier nog wel iets aan moet worden gedaan. Ja. Dus je moet wel iets met onze opmerkingen doen om wat meer diepgang nog te krijgen. En dan de conclusies ook wat spitser te kunnen doen. Ja. Die conclusies hebben we wel in beeld. Ja, waarom? Dus dat, maar even de aanloop naar dat je die conclusie kan doen. Ja. Die zou ik toch nog even wat logischer erin zetten. Maar heb je ook behoefte, Miranda, aan van welke doelgroep gaan we ons nu richten op basis van deze maar dat moet in die conclusies dan. Dus die startersdoelgroep, bijvoorbeeld als je een conclusie hebt van we hebben hier een startersvereniging en in Zwolle niet, dan gaan we kijken of de doelgroep starters naar ons toe kunnen halen. En dan ga je daarvan kijken, wat ga je daarvoor doen? Ja. De doelgroep werknemers bij bedrijven, dat is voor mijn gevoel, kunnen ook starters bij zitten. Maar dat is nog weer een aparte communicatietraject hangt daar dan aan. Dus zo kun je denk ik misschien 3 doelgroepen beslissen aan de hand van die conclusies. En daar ga je dan een marketingplan op maken. Het is wel grappig, want ik moet mijn beeld ook weer bijstellen, want toen de Hanslijn werd geopend, hè, dat station daar. Toen heeft Marketing Oost een hele, bij de Telegraaf in de regio Amsterdam een bijlage bijgedaan over hoe mooi Kampen is en zo. En dat vond ik wel een goede vondst eigenlijk. Maar eigenlijk is dat niet het zoekgebied. Nee. Want daar komen op dit moment weinig mensen vandaan. Nee, je kunt ook dat kaartje anders interpreteren. Hè? Van we gaan juist op Amsterdam, Rotterdam en Almere. Dat zie ik ook niet zo. Nee, je kan zeggen van daar komen mensen vandaan, dus we gaan in die vijver gaan we dieper graven. Ja. Of je kan zeggen, nou daar komen de mensen vandaan, dus daar hoeven we niet meer te wezen, want die mensen weten het al. Ja. We gaan andere gebieden. Ja, dus marktpenetratie of marktontwikkeling. Ja. Dat zijn de 2. Maar ja, het is een wij willen die Amsterdammers ook niet, toch? Nee. Ja, jij niet.
Nee, maar in feite in een traditioneel marketingplan maak je die afweging. Heb je die, dat noemen ze de Ansoff-kwadrant, die ken je wel, denk ik. Nee. En daar heb je vier mogelijkheden: marktontwikkeling, marktpenetratie, productontwikkeling en diversificatie. Ja. Nou, okay. Ik denk dat je uitkomt dan op marktpenetratie, dat is de makkelijkste. Ja. Dus lookalikes vinden van de mensen die je hier al krijgt. Want als je op helemaal Amsterdam wil gaan richten, maar voor Reven ga je waarschijnlijk wel op Amsterdam en omgeving richten, omdat je daar de bootjes mee. Bootjes, dus daar, daar heb je een niche qua doelgroep en dan moet je dus je marktgebied groter maken. Dus dat is wel een verschil. Maar dat is denk ik iets voor gebiedsmarketing Reven en dus niet denk ik iets waar je met citymarketing op moet richten, maar dat moet je wel ergens uitspreken. En in feite moet dat dan ook, misschien dat je er heel anders over denkt, maar dat zou onderdeel moeten zijn van jouw advies. Van waar richt ik me op? En dan pas ga ik naar die middelen en naar... Dus wat je hebt gedaan is goed. Onderzoeksfase, iets uitdiepen nog, heldere conclusies, doelgroepen bepalen aan de hand van die Ansoff en dan door naar de vertaling in concrete acties. Dus we zijn het meeste van de trap af, met een grote knop en we gaan ervoor. Zonder dit op al een punt. Dus, en de Bibelbeeld hebben we niet meer, want Speksnijder gaat weg. Heel veel succes. Dankjewel. Kun je hier wat mee met ons opnemen? Nee, leuk. Ja, heel erg. Want ik merkte al dat ik mijn motivatie al naar beneden ging. Maar dat denk ik van, ik kom er niet uit, weet je. En ik ben ook, omdat dit totaal niet mijn expertise is. Ik heb wel de basis gehad op school, echt sowieso, dat Ansoff ken ik. Maar ik studeer niet marketing, dus ik... Een soort ding of zo, dat ik denk van, goh, ja, weet je, het is niet totaal niet mijn werkgebied, dus doe ik het allemaal goed, zeg maar. Ja. Dat vind ik ook heel lastig. Ja. Ja, maar als je hulp nodig hebt, dan moet je het wel zeggen natuurlijk. Ik heb heel veel gehad aan Miranda en aan... maar nu ook nog. Maar ook nu, hè, want kijk, ik ga dan volgende week woensdag op vakantie, dus misschien haal je het dan niet, maar je kan beter dan nog een keer... terugkomen naar en dat je mij nog even wat extra inschakelt na mijn vakantie, maar dat je wel gewoon een perfecte presentatie hebt, want we hebben gewoon alle ingrediënten zijn al nu op tafel geweest, dus ik zou het niet afraffelen door te zeggen van dan ga ik alleen op het marketingplan nu zitten, want je hebt gewoon alle ingrediënten om een 9 te halen, echt, en ik wil je daar echt bij helpen. Alleen die Frans komt er even tussendoor, dus we zitten even met het einddatum van jouw stage. Maar want in afwachting van je analyse kun je ook al bepaalde doelgroepen wel aanwijzen waar je al mee aan het werk kunt. Ja, dus jij kan wel al aan de gang gaan met het marketingplan. Ja, zeker. Zodat ik dan als ik terugkom het plaatje nog even mooi rondmaken. Ja. Precies, Dus wat je wel weet, moet je gewoon mee doorgaan. Ja. Maar ik zou hem dan nog niet helemaal in een kafje doen, want hij kan gewoon nog een stuk mooier. Ja. En ook met de input van Fred. Dank jullie wel. Dank je wel. Ja, lekker. Ja.